We zijn hier in de Vrouw Juttenstraat, onderdeel van de New You. En ik loop eigenlijk recht op de poort af die nu het onderscheid vormt tussen het openbare gedeelte van de Vrouw Juttenstraat en het gedeelte van de Vrouw Juttenstraat wat nog een eigendom is van Altrecht. En de straat die je hier ziet is straks gewoon één grote straat die toegang geeft van de ene kant van de binnenstad naar de andere kant van de binnenstad. En graag neem ik jullie mee in de groene oase van het plan. Volg mij maar. Het deel waar we nu staan is straks zeg maar de binnentuin tussen de stadsvilla's en de woningen die aan de Oude Gracht liggen. Dit pad is straks ook het achterpad. En als ik hier doorloop, hebben jullie mooi uitzicht zeg maar over het groentje. En via deze kant kunnen we zomaar binnendoor naar de Oude Gracht lopen. Je ziet het, je hebt de reuring van de binnenstad, de toeristen die hier rondlopen, de inwoners van Utrecht. Een van de bijzondere dingen van Utrecht en de Oude Gracht is dat we naast de Oude Gracht ook de werfkelders hebben. En er zitten ook bijvoorbeeld een aantal hele leuke restaurantjes die de ontsluiting ook aan de zijde van de Oude Gracht hebben zitten. Mogelijkwijs leuk om in de toekomst te gaan ontdekken als u bewoner bent van de New You. We lopen nu in de Twijnstraat. Hier zijn alle voorzieningen. Hier zitten de leuke boutiquejes, mooie schoenenzaak, een bakker, een viszaak. Ondertussen zijn we aangekomen op het ledige erf waar ik jullie graag mee naartoe wilde nemen. We hebben hier achter ons de Oude Gracht, de werfkelders. We zien ondertussen al gelukkig dat er ook wat wateractiviteiten zijn. Graag neem ik jullie mee terug naar de Nicolaasstraat om vanuit de andere zijde de New You te betreden. Dit is het Nicolaaskerkhof. Achter mij de entree naar de stadsvilla's in de New You. Naast mij het Centraal Museum van Utrecht. En iets verderop als onderdeel van het Centraal Museum het Nijntje Museum. Dit is de toekomstige Vrouw Juttenstraat. En hier liggen dadelijk de 7 stadsvilla's van de New You. Hier ervaar je ook gewoon de rust van toch wel het wonen in de binnenstad. Ik hoor de vogeltjes achter me fluiten. En ik zou het fijn vinden als ik u met dit filmpje kan uitdagen om dit rondje ook zelf te gaan lopen. Om gewoon te ervaren hoe mooi het is om in de New You in het museumkwartier van Utrecht te gaan wonen.